De gemeenteraadsleden zijn onlangs op bezoek geweest bij het spoorpark om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Het Central Park van Tilburg begint al aardig vorm te krijgen. Leuk is dat het dus echt van Tilburgers is, want het is een burgerinitiatief. En het is ook echt voor Tilburgers. Het wordt straks helemaal toegankelijk. Er zal speelwater zijn voor kinderen. Er is beachvolleybal. Er zijn skaten. Skaters kunnen terecht. BMX'jes kunnen terecht, wat ik begrijp. Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk. Er komt heel veel groen. Er worden nog 180 bomen geplant. Dus kijk, nu ziet het er kaal uit. Maar het gaat echt heel mooi worden volgens mij. Ik vind dat er heel veel functies in één park samenkomen. Brengt de stad in beweging. Wat ik eigenlijk nog het leuke vind is dat het niet alleen voor de mensen in Midden-Brabant denk ik heel erg leuk is om toe te gaan. Maar het heeft ook wel iets wat je als je naar Londen gaat, dan ga je naar het Hyde Park. Of als je naar New York gaat, dan wil je Central Park gezien hebben. Ik denk dat dit park dezelfde functie gaat krijgen. De ontwikkeling van het spoorpark is een burgerinitiatief. Het is een project in opdracht van de gemeente, maar wordt uitgevoerd door een bestuur van enthousiaste Tilburgers. Als je met een burgerinitiatief bezig bent, dan moet je niet op je zolderkamertje gaan zitten en zelf bedenken wat wel leuk voor de mensheid is. Dan moet je datgene wat je doet, moet je ook voortdurend met een brede omgeving communiceren. Daarom sta ik ook graag met u te praten. Daarom nodigen we ook de gemeenteraad af en toe uit. Let wel, de gemeenteraad is toch bereid geweest om 5,3 miljoen publiek geld voor dit park beschikbaar te stellen. En dan vinden wij het ook een gewone zaak dat we mensen die daar belangstelling voor hebben op de hoogte houden van de voortgang. Hetzelfde geldt voor de omwonenden hier. Er gebeurt een hele hoop achter die flats. We hebben met enige regelmaat hier bewonersavonden die goed bezocht worden. Kunnen mensen alle vragen stellen en proberen wij daar fatsoenlijke antwoorden op te geven. Daardoor hoop je ook te bereiken wat je eigenlijk wilt, dat dit park van de stad wordt. En dat de stad het ook al zodanig voelt. De planning is strak. Ondanks nog niet alle gebouwen gereed zullen zijn bij de opening, gaat het park op 21 juni 2019 open voor het publiek.